Bart, dat is een ding die eigenlijk iedereen doet lachen, gewoon door zijn zaam te zien. Jan Bart, dat is een ding die iedereen van al die bekende liveshows aan het lachen brengt door gewoon zijn zaam te zien, door enthousiast te zien. Jan Bart, dat is een mens naar mijn aarde. Hallo iedereen, 2022, dat zou het jaar moeten zijn van de nieuwe zaalshow van Jan Bart. Weet je nog dat ik af en toe eens langs ben geweest om te vragen hoe het nu effectief met zijn voorbereidingen is gesteld? Wel, we zijn januari 2022, ik heb hem al een eindje niet meer gehoord en ik ben eigenlijk super benieuwd hoe hij het gesteld heeft. Goed, Jan Bart. Annelies. Ik ben hier vooral om een keer terug te blikken op 2021. Alleen, ik heb één voorwaarde. Oké. En dat is, als we iets mega negatiefs zeggen, dan gaan we een slokje drinken. Oké. 2021 was voor jou wel heel succesvol op gebied van jouw studentenleven en studentenkeuzes. Ja. Ik mag niet klagen. Was een succes, heel snel met een bachelor gehaald en nu bezig met een master. Ja, dat boeit mij nog steeds ook. Ja. Ja, dus met de studies gaat het goed. Dus ondanks mijn eerdere studentencarrière heb ik nu wel geleerd hoe ik moest studeren. En ik denk wel dat ik, ondanks de gezegende leeftijd die ik nu bezit, toch wel een hardwerkende student ben. Je bent met het YouTube-kanaal gestart. Je hebt 200 abonnees. Ja, wat ik niet verwacht had, dus heel content. Echt, dat gaan we op klinken, hè, man. Oké, voilà. Dat is iets super positiefs. En toch gaan we een slokje drinken. Ja. Santé. Op naar de 1000, hè. Echt? Ja, ik weet dat niet. Ik had stiekem niet verwacht dat ik er 200 ging halen. Ik had gehoopt zo 100 tegen het einde van het jaar. Ja. En dus die 200 was dubbel van wat ik verwacht had. Allee, het blijft groeien. Ik denk dat dat het belangrijkste is, dat ik wel zie dat het traag, maar vooral gestaag blijft groeien. En wat is de kracht van jouw reeks, denk je? De bedoeling was tonen hoe dat, ja, iemand gelijk ik aan zijn show werkt om een nieuwe show in première te laten gaan. Nu, de laatste paar maanden heeft er een of ander overlegcomité het mij niet zo gemakkelijk gemaakt. Momentje, klein slokje. En is het meer en meer... Allee, het was ook wel de bedoeling dat het ook over mij ging, wat ik doe in de loop van de week. Maar dat heeft nu wel iets meer de bovenhand gekregen. Krijg je feedback van je abonnees? Meestal moet je al een grote community zijn, voordat je veel reacties krijgt, maar ik mag het niet klagen. Ik heb dat toen ook gedaan. Ik heb die kalenders aangegeven aan de 10 winnaars van de slimste scheurkalenderwedstrijd. En ik vond het ook heel belangrijk dat ik die persoonlijk gaf. Ja, er waren er 3 die ik niet snel genoeg kon bereiken, of die ook heel ver woonden. Maar die andere 7 die wel bereikbaar waren, vond ik belangrijk dat ik die persoonlijk kon overhandigen. Al was het maar voor een babbelke te doen. Ja, dat deed mij wel deugd, om dan net de mensen die u ook volgen en u steunen in dat projectje, persoonlijk te zien en dat persoonlijk te overhandigen. Ja. Je bent je show aan het schrijven. Ja. Hoe belangrijk is het dan om dat persoonlijke contact te hebben met je publiek? Het persoonlijke contact is interessant, want je wil natuurlijk hebben dat die mensen ook naar de show gaan kijken of misschien zelfs zo'n show boeken, dat is heel interessant. Nu, waarin is die community dan, als ik weer dat woord mag gebruiken, heel belangrijk geweest? In een aantal afleveringen heb ik ook een aantal stellingen geponeerd. Wie ergens zich of waar erger je zich het meest aan op vlak van openbaar vervoer, kinderen, relaties, werk en dergelijke. En ik heb daar redelijk wat reacties op gekregen. Kan je een voorbeeldje geven? Een van de reacties die ik kreeg op de vraag over school bijvoorbeeld, was iemand die er een hekel aan had op de kaften. En ik heb daar ook wel een hekel aan, dat is ook een ergernis. Maar ik had er niet aan gedacht in mijn gigantische lijst dat ik al had van ergernis. Ik vond dat een hele leuke insteek om daar dan ook iets mee te doen. En daar zitten wel een aantal grappen, die zelfs al getry-out zijn, die ik waarschijnlijk ga gebruiken, ja. Eigenlijk viel 2021 nog wel mee qua optredens, want je hebt hier en daar wel van collega's steun gekregen. Je hebt hier zelf je eigen cultureel event in Den Hof georganiseerd. Ja. Dus eigenlijk waren er wel wat optredens voor jou in 2021. Ja, er waren zeker een aantal heel erg mooie lichtpuntjes. Het tweede seizoen van Cultuur in Den Hof. 6 grote comedians, namen gehad, die hier in mijn eigen tuin zijn komen spelen. En ook bijna iedere keer zo goed als uitverkocht en meer. Dus heel tevreden van. Ja, dan ook de terugstart van het comedy seizoen waarin ik toch wel redelijk qua
kon optreden langzamerhand, merkte je wel dat dat terug in gang schoot. Bedrijfsoptredens van vrienden, collega's, weer de mond-aan-mond reclame die ervoor zorgde dat ik terug kon gaan optreden. Ja, dan helaas nog een aantal beperkingen van een of ander overlegcomité waar we het niet verder gaan over hebben, anders moet ik beginnen drinken. Maar zelfs toen dat alles stilviel, eerst naar de beperking tot 200 man en daarna even heel kort de volledige lamlegging, toen dat alles wegviel, kon ik via Comedy Tryouters en Comedy Kadetten en ook via een aantal bevriende collega's gewoon wat berichtjes gestuurd en jullie nog ergens 8 minuutjes of 10 minuutjes, 16 minuutjes dat ik kan of spelen of MC'en of tryouten, alles is welkom. En eigenlijk het moment dat het het meest nodig was, en ook al zijn dat maar 8 minuters, soms ver tot in Halle of in Antwerpen, ze zijn belangrijk geweest om toch nog bezig te zijn, de métier te onderhouden. Ja. Dus ik ben die jonge generatie comedians heel erg dankbaar daarvoor, ja, absoluut. Oké, goed. Maar dus, eigenlijk voel ik wel, Jan Bart, dat jij toch wel dankbaar bent voor wat er is geweest in 2021. Als er iets positiefs is dat bijgebleven is van 2021, is dat er meer begrip en meer vriendschap is binnen mijn vriendenkring dan dat ik initieel had verwacht. Jan Bart. Ja, Annelies. 2022. Ja. Wat brengt dat jou? Hopelijk een goede gezondheid en veel cultuur. Ja. En dat mag cultuur zijn op alle vlakken. We werken achter of voor de schermen van een radio- of een tv-programma. Dat mag het YouTube-kanaal verder uitbouwen en optreden. Hè. Of het nu 5 maart is, bij voorkeur wel, of later op het jaar. Maar die show moet wel afgeraken. Die moet nu een keer af zijn. Dat moet nu een afgerond verhaal zijn. Je hebt ook gezegd, ik wil een uitbreiding met het YouTube-kanaal. Ja. Kan je daar al iets over vertellen? Wordt dat dan zo de late-night show van Jan Bart? Oh, dat zou wel de max zijn, een late-night show. Er zijn andere ideeën om te doen met dit kanaal. Het basisidee was dat dit verhaal zou stoppen, dus het Jan Bart verhaal zou stoppen, na de week van de première. Mm-hmm. En dat is nog altijd de bedoeling. Want er komt een soort Jan Bart 2.0 normaal gezien, die verder gaat waar dat we stoppen na de première. Maar het mag daar niet bij blijven. Ik ben in gesprek met een aantal collega's en vrienden voor een aantal andere reeksen, zodat het niet bij deze ene Jan Bart reeks blijft, maar er ook nog andere nieuwe dingen. Iets spectaculairdere dingen of iets inhoudelijk interessantere dingen. Meer mag ik of kan ik daar nog niet van vrijgeven. Maar er wordt wel hard gewerkt achter de schermen voor iets nieuws op dit kanaal. Jan Bart. Op een schoon jaar. Oh, van hetzelfde. Tjie. Papa wil gewicht verliezen. Jammer, want ik kan deze verliezen.